En de samenleving heeft goed gereageerd op de internationale studiebeurzenbeurs, georganiseerd door de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, in samenwerking met de Braziliaanse ambassade. Veel jongeren en hun ouders hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich te laten informeren over studiemogelijkheden in het buitenland. Naast de Braziliaanse ambassade hadden ook andere ambassades hier te lande een stand in de KKF-beurshal waar het evenement gisteren is gehouden. De beurs had ook de ondersteuning van de Surinaamse overheid, de VN, de IDB en de verschillende ambassades. Het is het derde opeenvolgend jaar dat de International Scholarship Fair wordt gehouden. In het ATV actualiteitenprogramma Panorama van afgelopen donderdag zijn de initiatiefnemers, de OAS en de Braziliaanse ambassade, ingegaan op het belang van de beurs voor Surinaamse studenten. OAS-vertegenwoordiger Nancy Robinson gaf aan dat de beurs meer als een platform voor ambassades moest worden gezien om informatie over studiemogelijkheden in hun land met studenten te delen. Many times we know that embassies have scholarships for students, and yet students don't know how to access those embassies. Not many feel they can go to the door of the Indian embassy or another embassy and find out. So the scholarship fair started 3 years ago with the Brazilian embassy as the co-sponsor to try and bring together an international scholarship fair so that students could come and learn as they walked by from each embassy's present and also the scholarships they offer. It's very important that people broaden their horizons, they broaden their experiences. And even in Brazil, if you try to study in Rio de Janeiro or São Paulo, it would be quite different from study in the northeast of Brazil or the north of Brazil in Belém or Fortaleza or in other parts of the country. The same applies to other countries. So the experience you get in interacting and knowing another country, in knowing another culture, in having the opportunity of interacting with people and with knowing the country and the region, because of course when you go to study in a place you don't stay in the same city. Yeah. I mean, you go around, and depending on the size of the country, if not as big as Brazil, you can go around a continent, like yes, in Europe, for instance. So this broadens the horizons of anyone who studies abroad. It's a new experience that should be valued, and people should take the advantage of the scholarships that we are providing. We spraken ook met enkele jongeren die de beurs bezocht hebben. De meesten zijn erg geïnteresseerd om hun studie in het buitenland voor te zetten. U hoort de universiteitsstudenten Shannon Leter. Ik zit nu op de universiteit. Ik doe de studie Agrologische Wetenschappen en Onderwijskunde. Ik zit in mijn B1-fase. Dus dit is mijn eerste jaar. Ja, ik wil het voortzetten. Mijn interesse gaat uit naar onderwijskunde en ook agrologie. Dus ik moet even een keuze maken, maar ik denk dat het onderwijskunde wordt. Ik denk dat het... Ik wil in België of in Brazilië. Brazilië trekt me aan. Universiteitsstudenten Shannon Leter, die gisteren de International Scholarship Fair in de KKF-beurshal heeft bezocht. De organisatoren, de OAS en de Braziliaanse ambassade, kijken terug op een geslaagde activiteit.